boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys en girls. Welkom bij weer een nieuwe EFC video op de Road to Glory. Wij zijn vandaag ik ben heel enthousiast, want het is FC, Fantasy FC. Het is hele leuke promo. En we zitten dus in team 1 en een deel team 2. Dus we hebben een promo Fantasy FC. Ik stuik nu EFC in voor de rewards van de zondag. Het is nu zondag 3 maart. En deze video komt op 5 maart online. Dus ja. Deze video komt dus als uit op 5 maart online. En ja. Ik heb dus al een hele week opgenomen en nu ben ik net thuis van de voetbal, net getraind en net gegeten. Dus het is ongeveer 1:15 dat ik deze opneem en we gaan dus de rewards open doen. En daarna ben ik terug bij jullie als ik dus bij de outro zit. Dus ja, let's go. Geniet van de video. Oké, boys and girls, dit is de eerste opname van deze nieuwe video. Ik weet niet of dat hier goed zit. Ik weet niet of dat hier goed zit. Pakket met 19 spelers, pakket met 17 spelers, pakket met 51 spelers. Eerste pakket met 19 spelers. Eens zien wat we daar gaan krijgen. En we krijgen iemand van Torino. Dat is Zapata, denk ik. Maar dat is niet gezien. Zapata. 3 dubbel items, dat is goed. Calabria, Noah Lang en Galeno. Dus wat gaan we doen? We gaan beginnen aan de Fantasy FC maken upgrades. Dus we gaan selectiebouwer doen. Laag hoog. Let's go. Dat is al goed. Goud. Laag hoog, let's go. Laag hoog, let's go. Laag hoog, let's go. En zo blijven we doorgaan. Zo wil ik er minstens 40 op een dag gedaan hebben.
Los nu, dat is ook cool. De alles is weggeraakt. Ik wil dan minstens 40 op een dag doen. En ze biedt me nog mijn potjes spelen ook. Het is allemaal. Oké, hup. Mag gewoon ingeleverd worden, boeit me niet. Laag hoog. Mag allemaal ingeleverd worden. Let's go. En zo zijn we er al redelijk veel aan klaarzetten. Hopla. Misschien bij doelstellingen. Ja, bij live ML is het ooit zo. Nu hebben we een player pixel. En die gaan we gelijk openen. En daar zit in. FC Fantasy. Shalanoglu. En die is 400k waard. Dus Calabria moeten we nu nog even. Dan gaan we terug naar SBC. We gaan blijven selecties samenstellen totdat we Calabria erin hebben gezet. Dus nog even. Hoewel het geen Calabria. Maar we blijven sterk grinden. En zo wil ik er toch minstens 40 op een dag gedaan hebben. En hoeveel heb ik er nu al gedaan, dat weet ik niet. Ze hebben al 135, ik heb er al 15 gedaan. Nu zien we Calabria verschijnen en we gaan die gewoon inleveren ze. Let's go. En dan hebben we nog iets voltooid precies. Nog een doelstelling voltooid en dat is 15. Oké. En met 20. Zie ik, ik heb er al 16 voltooid. Op een paar minuten heb ik er 16 voltooid. Op 7 minuten heb ik er 16 voltooid. Oké, pakket met 27 spelers. Ja. Oké, pakket met 27 spelers. Wat zit daarin? Daar zit een team in de week in. En dat is cool voor mijn 83x10 te halen. En dat is allemaal goed. Dus twee dubbele items. Wat gaan we dan doen? Ja, die gaan we gewoon discarden, want ik wil nu eventjes gewoon doorgaan. Pakket met 51 spelers, let's go. En als er een walkout in zit, gaan we die dan
Nee, dat is Rolfo, dat is een walkout geloof ik. En dan kunnen we die in zo'n exchange pakket steken, in zo'n... Dan kunnen we die in zo'n exchange pakket steken en dan hebben we weer dingen voor een SBC te doen. 2x83, dat is in, Spaan, RBA. En dat is Marco Sensio. En zo, zo kun je het helemaal gratis doen. Onder de Fantasy FC Crafting Upgrade. 3x77, en daar hebben we nu veel van. Dat is in Frans, CV. Olympic Lyon, dat is Renard, denk ik. Zegen, weer al een 88 dat we in zo'n SBC kunnen steken. Dan hebben we weer al spelers. En nu is 3x77, wat zit daarin? Een Spaanse goalkeeper van Atletico Club Bilbao, die kunnen we dus in die pakketjes steken. En zo ga ik er dus heel deel doen de komende dagen. Kan ik het hele werk meedoen. En als Duits, dat is Centrumit. Dat is Olympic Lyon, dat weet ik niet wie dat is. Dat is dat Brits, dat is net niet goed genoeg. Dat is net geen 85 hummels mag dus weg. Want, ja, en zo ga ik dus die Fantasy FC upgrade doen. De hele tijd. En Duits, linksachter. Bayern München, dat is een vrouw. En dat is Simon. En zo kun je dus de hele tijd dus die Fantasy FC upgrade doen. Die 150 dan. En dat schot, dat is Cam. Dat is Real Madrid. Dat weet ik niet wie dat is. Dat is Weir. En dat is een 84 reden. Kan ook in. Kan ook bijvoorbeeld in 83x10 gestoken worden. En dan gaan we CB doen ook een 83x10. Als welke walkout zou eruit pikken, gaan we dus ook in zo'n dingen steken. En dat is Spaans CVM van Inter Miami. Dat is ja, dat is Sergio Busquets. En die gaat dus ook in de 83x10 gebied. En Enesiri die mag gewoon weg. Dus zo gaan we eigenlijk verder en verder en verder. Totdat ik al die packs heb. Ja, Spaans centrumid. Van Liverpool als Thiago, die kan ook in de 83x10 gebied. Dus zo. Zo doe ik eigenlijk altijd mijn met die Team Leader upgrade, Team Leader maken upgrade. Van Engelse linksachter van Man United kan Shaw zijn, kan ook Blundell zijn, want als Shaw een 83 reed, kan in de 83x10. En Calabria krijg ik nu nog dubbel, maar die moet ik gewoon wegdoen, want daar boei ik me niet aan. 3x77, let's go. En dat zit in dat Cam. Borussia Dortmund, dat is brand. Dat is een 85. Nee, 84. Was vorig jaar een 85. Daarmee dat ik mis. En dat is nu Martin de Roon die we ook krijgen. En ja, nu dus 3x77, let's go. En dat zit in Noorse CM van Arsenal. Dat is dus ja Manum, dat is maar een 82 reden. Dat is niet erg, maar die ga ik wel discarden. En zo grind ik dus die pakketten. Dat is Portugees, dat is linksachter. Mario Rui. Ja. Die gaan we ook gewoon discarden. Maar zoals je zo kunt zien, is dat dus de dingen dat we doen. Spaans, linksachter. Dan Inter Miami. Dat is Jordi Alba. Ja, Jordi Alba. En daarom. Zo gelijk ik dus aan al mijn packs, al mijn. Ja.
objectives. En dat is dus CVM, verstorten, ja, Ugarte. Nou, Ugarte. Dat is nu een mindere pack. Maar die horen er ook bij natuurlijk. En dan dus de 3x77. Dat is in Spaans. Spits. Van Villarreal. Dat is... Gerard Moreno. Was een walkout of was een 85 of zo. Ik weet niet. Dus nu hebben we de laatste pack. 3x77. En dat zit in een Spaanse CV van Atletico Madrid. Dat is Linta Rodriguez. En die pack had ik dus niemand dubbel. Dus nu ga ik terug aan die... Nu ga ik dus terug die exchanges doen. En zo gaan we dus de hele tijd doen om die Fantasy FC maken upgrade te voltooien. Zo gaan we dus elke dag proberen te doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Nu heb ik dus de eerste 83 keer 10 gedaan. Ik hoop een team of the week te pakken. Maar eerst gaan we dus de 10 keer 83 doen. En daar zit in Schots. CM. Dat is Little. Is een dubbele walkout, is een dubbele walkout. En daar zit nog achter Eder Militao, dat zijn weer 2 keer 11 spelers. Die dat ik gewoon gratis krijg. En die 83 ga ik gewoon weggooien. En dus 19 spelers. Dat is Engelse Cam van Tottenham, dat is Madison. In dubbel item. Ja, die boeit me niet. En zo doe ik dus de hele tijd die packs, pakket met 27 spelers. Dat is Italiaans center mid Barella. Is dat nu een walkout tegenwoordig? Ah, Fratesi. Wauw. Dat was weer fout. Oké, die mogen gewoon weg. En dat is dus de, mijn routine. Dus nu heb ik weer die 286 gepakt. En dat is weer... Dat zijn dus weer 2 spelers. Die daar in een ruilactie kunnen. Dus een 86 rated squad. Een 86 rated speler. Dus Eder Militao. En Kim Little. En zo, dat is weer 1 SBC dat we kunnen doen. Dus ja. Zo doe ik dus altijd mijn SBC's. En nu gaan we die dus even openen. En dan... zo grind ik dus de hele tijd mijn pakketjes. Pakket met alle spelers. Dus ja. Daar zit gewoon een USA goalkeeper. Van NC College. Murphy en zo grind ik dus altijd mijn spelers en ja, dus nu ga ik de volgende round doen. Dat is de CV van Freiburg, dat is Pinter denk ik. Dat is een 84. Ja. Dus nu ga ik de volgende ronde doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben dus 17 packs klaarstaan op dit moment. Wat betekent dat ik nog wat gegrind heb. Dus Premium speelt het pakket als eerste. Oh ja. Jij mag gewoon naar weg, joh. Dus Premium speelt het pakket als eerste. En daar zit in. Wie is dat? Ah. Villa. Oké. Okay. Een dubbel item. Dan moet gewoon gaan. Oké. Okay. Neem ik uit het speerspakket, let's go. Daar zit in. Mitrovic? Nee. Lavic.
En dat is allemaal weer goed voor PAX, voor die Fantasy FC maken upgrade. En dat is wie is dat? Killerstedt, 84 rated. Let's go. Rieke 72, let's go. En dit in. Brodeljaans, Spits. Devante. Trouw zeker? Ja, zeker. Ja, Benunes. Kan goed in de SBC geraken. Oké. Volgende pack. 3x77, let's go. Daar zit in. Portugees, Spits. Everton, Beto. Denk ik op een daar. Ja, Beto. Heb ik die juist ingeleverd? Ja, ik heb juist ingeleverd en hoe lang heb ik ook juist ingeleverd. Dus ja, let's go. 3x77, let's go. Daar zit in. Sprans, Cam. Montpellier, hier ook, Sportclub. Savanier. Oké. Okay. Dat zit in. Voor Spaans rechtsachter op Real Madrid. Lucas Vázquez. Let's go. 3x77, let's go. Akanji. Oké, volgende pack. 3x77, let's go. Let it in. Engels. CVM. Wow, dat is een 85, kan dat? 85. Let's go. En 3x77, let's go. Wat zit in? Brazilian, CA. Al Nasser. Waar anders van Polisco? Oh my. Oké. Volgende pack. Wat zit in? Frans. Links midden. Dat zijn er. Sorry, en Guendouzi mag gewoon weg. Oké, okay, volgende pack. 3x77, let's go. Dat zit in. Noorwegen, CM. Kim Little. Of Manum. Dat is juist Manum. Ik heb die kaart al gezien. Wauw. 3x77, let's go. Jamaica, Spits. Manchester City, huh? Shaw. Ik ben 85. Ja. Oké. 3x77, let's go. Let's it in. Engels. Spits. Newcastle. Wilson. Volgende pack, 3x77, let's go. Oh, de andere is echt van de Rante. Antonio Silva. 3x77, let's go. Duits. Cam. Bayern München, please. Een walkout. Nee, het is Müller. Hey. Rieke James safe, let's go. Italiaans, TV. Ja.
Romagnoli, ja. Wat een scheitenpack vandaag, joh. Let's go. Oké, boys en girls. Ik heb weer 5 upgrades gedaan. 2 keer 83, dat krijgen we uit. Links midden. Krijgen we dan dus eerst 2 83 uit Kostic en Christensen. Oké, 3 keer 71, let's go. Daar zit in. Frans, goalkeeper. Juventus. Ja, dat is je vrouw. Pero Magne. Oké. Volgende Pekki. Daar zit in. Frans. CVM. Olympique Marseille. Kom hier. De volgende pack. 3 keer 77, let's go. Dat zit in. Tweede, CV. 5 minuten. Eriksson. Let's go. De volgende pack. 3 keer 77, let's go. Spaans, linksachter. Sinter Miami, Jordi Alba. En de volgende pack, 3 keer 77, let's go. Wat zit erin? Willy Orban. Hey. Geen walkoutje. Let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur in de avond. En ja, het is dus 7 uur in de avond. En we gaan eens kijken wat er allemaal nieuw is. Zijn er iets nieuws bedoeld, zeggen? Ik weet het niet. Nee, er is niks nieuws bedoeld, zeggen. Ja, er is niks nieuws. Is er een nieuwe evolutie uit? Nee, geen nieuwe evolutie uit. We gaan naar de winkels. Is er een nieuwe... Nieuwe... Ik denk dat ik het toch ga doen, het 30k pakket kopen. Ik ga het toch doen. Want ik moet sowieso dingen hebben. Dat is Tielemans, I guess. 1 dubbel item, dat is Sancho. Dus die gaan we al in de SBC steken. Oké, Sancho. Ik zei Sancho. Hopla. Dus nu moet ik ook nog een non-rijder in. Allee, een rijder in gooien, zo weet. Dus ja, ik heb nu net een 30k pakket gekocht. En ik dacht, oh wauw. Ja, omdat ik er toch wel bij zijn. Let's go.
Ik heb ook nog een preview pakket. Ik ken hem niet. Ik ken Hels. Ha. De Ryusi. De Sensual hebben we teruggekregen. En... 3x71, let's go. En daar zit in... Deen, CV... Christensen. Let's go. Nu ga ik naar SBC's zien. Welke SBC's dat er nieuw zijn? Maar ik ben boe. Ik heb iets slapen. 83x10 is terug. Ik heb er straks 1 of 2 van gedaan. Julie. Ah, is Monaco. Ja. Oké. Voor de rest heb ik geen... geen dingen. Dus ja. Ik moet nog 4 keer doen voor een 10x80 en nog 9 keer doen voor een 2x83. We gaan die sowieso af hebben tegen volgende week. Dus ja. Misschien deze video, misschien volgende video. We zullen wel zien. Ik ga nu stilletjes aan slapen. Dus ja. Ik heb voor vrijdag, ik dacht een vlogje te doen, afgelopen vrijdag, maar ik heb een andere video in gedachten en ja, let's go. Oké, okay, boys and girls, het is maandag vandaag. Ik heb net een video gemaakt, ik heb net een video voor maandag gemaakt, voor vrijdag gemaakt en we krijgen nu een 10x80+. Wat dat we ook gaan claimen. We hebben 5 packs in de store klaarstaan. We hebben nog een previewpakket. Waarschijnlijk niet. Dat hebben we gisteravond waarschijnlijk gedaan. Ja, zie ik. Ik heb previewd. We gaan eerst het 3x77 pakket open doen. En er zit in. Portugees. CVM. Van Al Hilal. Dat is Ruben Neves, denk ik. Dat zie ik. 84 of 83? 84 Ruben Neves. Is heel goed voor te krijgen. Ook voor de 83x10 en zo. 3x77, let's go. En daar zit in. Nederlands. Rechts vleugel verdediger. Frimpong. Is dat nu een 83, 81 of 82? Een 83, dat is een borderspeler. Dat is goed. Ik dacht dat het maar een 82 was, Frimpong. Wat is waarschijnlijk een 83. 3x77, let's go. Spaans. CAM. Red Bull Leipzig, dat niet allemaal. Dat is het enige dat ik weet. En dat is een 83. Wat is erachter? Ja, dan moet ik dat niet allemaal gewoon weg. Als ik die dubbel heb, ga ik die gewoon discarden. 3x77, let's go. En dat zit in. Uruguay, CVM. Wat is er uit? Torreira, ah ja, juist. Wauw. Oké. Torreira, Barnes en Pineda. En nu een redelijk groot pakket. De 10x80+, let's go. En dat zit in. Braziliaans. Goalkeeper. Alisson. Die moet ik dus in een SBC steken. Die kan ik dus in zo'n 89 dingen steken. In zo'n 89 exchange. Want Alisson is een 89. Dan kunnen we daar een 89 algemeen in steken. Dus, hopla. Alisson zit erin.
En we hebben weer een nieuw pakket. Dus ja, let's go. Pakket met 51 spelers. En een wildcard, als ik hier uit een wildcard krijg, die gaat er terug in zo'n pakket. En dat zit in Duits. CVM. Wolfsburg, dat is een dubbele wildcard. Oberdorf en Pop. Dus een 87 en een 88 exchange kan ik doen. En 84, 83, die mogen allemaal weg. Dus ik ga nog een 87 en een 88 exchange doen. Ik zeg het dubbele wildcard, ik zeg. En zo doe ik dus ook. De eerste 87, dat was Oberdorf. En zo doe ik dus ook mijn. Zo mijn dingen. Mijn. Zo mijn packs. En zo. Ik grind dus al die Future Stars. Of nee. Wat is het FC? Fantasy FC. Maak upgrades. Zo maak ik die altijd. En zo gaan we dus door. Pakket met 19 spelers en daar kan een walkout in zitten. Duits, CWM. Dat is dus. Ja, Kimmich. En die kunnen we dus daar ook in zeker. Die kunnen dat we die zelfs dubbel hebben. Nee. We hebben niet dubbel, maar die kunnen ook bijvoorbeeld in zo'n pakket steken. Als wij te weinig spelers hebben. En dat is Noord, IJsland, CV en Wijlinkje. Ik denk niet dat dat wildcard is, ik weet het niet. Figelzot hier, nee, dat is geen wildcard, dat is 83. Maar dat is ook een goede fodder voor de 83, maal 10. Alles wat erin zit, kan dus in die speciale packstuk Fantasy FC. En zo gaan we dus helemaal verder. Tot als we, ja, het allemaal gedaan hebben. Ik heb er nu 40 gedaan, geloof ik. 40 of 45. Ik heb er nu 40 gedaan op 2 dagen. Dus ik heb nog 12 dagen voor nog 110 Fantasy FC maken upgrades te doen. Maar zo is dus de manier dat ik ze doe. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb 40 dingen gedaan, 45 geweest. Premium Garden speelspakket gaan we straks opdoen, want eerst 3 keer 77 gaan we opdoen. Frans, Spits. Paris FC. Oh. Ik hoop altijd PSG. Geen Mbappé. 3 keer 77, let's go. Belgisch. Ja. Dries Mertens. En 3 keer 77, let's go. Belgisch. Spits. La Koeken. Drie keer 77, let's go. Oh! Team of the week. Veel team of the week. Ik vind die lijkt op KSI. Drie keer 77, let's go. Spaans, goalkeeper. Wat leer ik doe bouwen. Let's go, 3 keer 77, let's go. Belgisch, Spits. La Koeken. Drie keer 77, let's go. USA, Spits. Will it be a walkout?
Yes, Sophia Smit. Zo, Sophia Smit. 3x77, let's go. Argentijn, TM. Palacios. Drie keer 77, let's go. Spaans, CV. Aston Villa. I don't know. Pau Torres. Let's go. 3x77, let's go. Let it in. Spaans, CV. OGC Nice. Todibo. Let's go, Mighty Rose ook erbij. Oké. Okay. Neem je de speelspakket, let's go. Wat zit in? Wie is dat? Al Mizrati. Let's go. Volgende pack. 2x83. Wow. Spaans. CVM. Sergio Busquets. En Galton, let's go. Oké, boys en girls. Het is 2:40 op maandag. En ik heb 10x83. Let's go. Daar zit in. Spaans. Centrum mid. Parejo is een dubbele balkaart, yes, yes. Alisson, dus ik kan weer zo'n 89 rated squad doen. Let's go. Ik kan weer zo'n 89 rated exchange SBC doen. Let's go. Let's go. Zo. Pakket van 51 spelers. Let's go. Wat zit erin? Duits. CVM. Yes. Kimmich voor de tweede keer vandaag. Dus nu moet ik Kimmich nog nu moet ik Kimmich in zo'n 88 plus. Dubbel 88 algemeen. Let's go. Let's go. Pakket met 27 spelers. Dus daar kan u ook nog wat rijders in zitten. Spaans, centrumwit. Thiago. Let's go. Oké, boys en girls. Het is 8:00 in de avond. Allee, 8:45 in de avond. Ik heb vandaag heel slecht nieuws gehad. De maat van mij is overleden. Dus rest in peace Florian. Als je dit zult niet meer zien. Maar rest in peace Florian. We gaan hem missen. En ja. Rest in peace Florian. Werd zo'n goede maat van mij. Echt.
We gaan nu allemaal missen, Florian. En ja, rest in peace, manneke. Maar zo'n goede gast. Wat een knemmende gast. Rest in peace, Florian. Maar deze gezicht hebben, daar gaan we nu door met de video. Bremengaard, Brievenket, let's go. En daar zit één. Zit er nu een uitje in? Nee, Nederland, centrum uit. Dat is gewoon een onderrijder, I guess. Nog niet van de week. Oké. Oké, 3x77, let's go. En daar zit één. Engels, rechtsachter. Tottenham. Wie de fuck is dat? Neville. Of course, Neville. Luis Diaz, Neville en Simakan. Of course. Volgende pack is een 3x77, let's go. Bosnië. Ja. Daar is niemand minder dan Edin Dzeko. Dzeko, Chan en Sheila. Oké. Okay. 3x77, let's go. En dat is één. Dat is. Wie is dat? Ah ja, Fabinho, dat is. Dus in peace, Florian. Ja, let's go. 3x77, let's go. Florian was dus ook een kijker op mijn kanaal. Hij keek altijd de streams. Ja. Hij wordt gemist. Ja. Rest in peace, Florian. We zullen het zeker niet vergeten op dit kanaal. Er komt zeker nog eens een leuke dingen aan Florian. En er komt een hommage aan of met Florian. Wanneer, dat weet ik niet. Maar er komt een hommage aan. Ja, ja, Florian. We missen nu manneke. Ja. Dat is. Oké. Ik kan zeker een hommage naar Florian. Zeker hier op YouTube, ook op TikTok komt er een hommage naar Florian. Nederlands, RWW, dat is Springpong. Ja. Er komt zeker de komende dagen of komende weken nog eens een hommage aan Florian. Gewoon omdat dat een hele goede maat was en ja, we gaan hem zeker niet vergeten, hij zit allemaal in ons hart. Ja, het heeft niet mogen zijn. Het heeft niet mogen zijn en spijtig genoeg is het dus bij hem gebeurd en dit is Smalling. Is het dus bij hem gebeurd en ja. Het is zaterdagavond om 19 uur of zo gebeurd. Toen kreeg ik al een slecht voorgevoel. Maar ja, dat was toen. Ja. Dat was toen iets te laat. Ik dacht al van de regel, dan gaan die naar buiten en zo. Dus, maar. Ja, Florian, we missen nu een makker. Ik weet dat ik deze niet meer ga zien, maar Floyd dan misschien niet maakt. En dit is een S Fantasy FC, dit is een Politano denk ik. Lekker. Een 70 grade Politano, lekker. Oké, wat ik dus aan het bezig was. Ja, Florian, we gaan je sowieso missen, maker. Iedereen van over in de groep mist u. Er zijn zoveel posts op Facebook gepost. Ja. Overal gaat het rond. Je wordt echt heel geliefd, Florian. Ja. We missen u heel, heel zeker, Florian. En ja, het is echt een gemis. Ja, het is de derde vriend tussen de kwijtgeraak in een korte tijd dus. Dat is allemaal speel voor Cat, let's go. Dat is een permit van Villarreal. Dat is Pareco.
Dat is goed, we die krijgen. Was krijg ik ook dus. Dus met Was en Parejo moeten we dus die 2, die 85 en die 86 credit relaties doen. Ja, spijt dat Florian deze video niet meer gaat zien. Ja, het is nu zo. We kunnen er niks aan veranderen. Het is nu gebeurd bij Florian. Ja, we kunnen er niet aan veranderen. Ja. Het was echt een klein van de gasten, Florian. We missen hem allemaal. En ja. Het is nu gebeurd. En daar kunnen we niks meer aan veranderen. Ja. Florian, we missen je allemaal. En ja, dit is dus USA Pitch. Angel City of TV, Zelda. Alleroe. Wauw. Geen already owns, dus ja, dat is cool. We kunnen echt heel erg goed. En wat zit in? Nee, Frans. Center met Juventus. Pogba? Nee, Fabio. Dus ja, ook geen already owned. Dat is goed. Dus ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben echt sprakeloos. Sinds dat ik het weet van Florian ben ik heel sprakeloos. Ja, ik weet echt niet hoe dat ik moet reageren nu en zo. Dus. Sorry als ik de komende stukjes echt niet meer weet wat te zeggen. Dat is gewoon omdat ik te weten gekomen ben van Florian. Dus ja, let's go. En ja, boys and girls, het is dinsdag. Ja, dinsdag 7:30, 2:30 in de middag. 3x77, let's go. En daar zit in. Vlahovic. Let's go. En ja. 3x77, let's go. Dat zit in Engels. Rechtsachter. Tottenham. Ah, weet ik net wel zeker. Of course. Drie keer 77, let's go. En dat zit in. Argentijn, goalkeeper. Dat is een Villa, Tibu. 85 of 84? 85, let's go. Emiliano Martinez. Zo. 3x77, let's go. Dat zit in. Zwitser, TV. Manchester City, Akanji. Let's go, Akanji gepakt. 3x77, let's go. En dat zit in. Frans, CVM. Aston Villa. Camara, oh ja. Let's go. 3x77, let's go. Dat zit in. Frans. Spits. Paris Saint-Germain, zou het? Oh. Nooit is niet Mbappé, maar altijd die Katoto. Dat is niet goed met mijn hart. Oh, Fantasy FC, Italiaans, RBA. Napoli, Politano zeker. Ik heb die al.
Ja, dan moet ik die inzoomen naar 87. 87 plus dingen steken, zeker. Relaxie. Ik had die al die Politano. Geef me dan gewoon een Griezmann of zo. Nee, ze geven een Politano. Kom aan, hopla. Oké, Politano is teruggeclaimd. 5 keer 83 plus, let's go. Wat zit in? Duits, TV. Zie dan nu letterlijk een 84. Serieus. Discarden. Let's go, pakket met 19 speelt, let's go. Hopla. Duits. Direct achter. Wie is dat? Karel. Let's go. Nog iemand dat gepakt heeft. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Okay, boys and girls. We hebben nu dus al 2 doelstellingen voltooid. 1 hier bij Moussa. Future Stars Moussa hebben nu ook in de club. Centrumweet van AC Milan Moussa. Dus die hebben we in de club. Dan hebben we nog 50 speten goed. En dan hebben we nog in de store. We hebben nog een zeldzame gouden speelspakket 34 plus staan. En daar zit in Portugees, linksachter. João Cancelo. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb 4 inruilacties klaargezet. Pakket met 11 spelers gaan we als eerste open doen. En daar zit in een Almiron. Kan dat? Almiron. Ja, dat is Almiron. 81 rated. In dubbel item. Cavani mogen we wegdoen. Dat boeit me niet dat ik die discard. Pakket met 27 spelers. Let's go. En daar zit in een team van de week precies. Dat is een team van de week van AC Monza. Dani Mota. 85 rated. Is heel decent voor te krijgen. Is weer 83k dat je gewoon krijgt. Ah, die 83k bedoel ik. Is gewoon weer 30k dat je krijgt. 30k. In Spaans centrumid van FC Barcelona. Pedri. Die ook weer zo'n gratis pack, zo'n inruilactie die je krijgt. Dus ja, nu heb ik geen dubbele spelers. Dat is goed. Een pakket met 27 spelers, let's go. Daar zit in. Japan, RWA. Portland Thorns. Dat zal de... Ja, Sugita, dat was het. Sugita. Dat was Sugita, check hem de keer terugste. 4 dubbele items. Die mogen gewoon allemaal gediscard worden. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb weer 10 van die Fantasy FC upgrades kunnen doen. Premium Garden speelspakket. Hier, we hebben hem. We hebben 11 packs nu. We beginnen met de 3x77 en er zit in
Spaans, CVM. Radio Biscuits voor de zoveelste keer. In deze video. Oké. 3x77, let's go. We zitten in Duits. Spits. Tottenham. Timo Werner. Dat is juist. Drie keer 77, let's go. En dat is in Marokkaan, Spits, Enesiri. Let's go. Drie keer 77, let's go. Dat is in Italiaans, CV, Inter Milan. Dit is 83 van Servië. Drie keer 77, let's go. En we zitten in Estland, CV. Ja. Figels tot hier. Drie keer 77, let's go. Japan, Kem. Nazio Kamada. Drie keer 77, let's go. Ah, zo'n FC Fantasy. Dat is spits van Red Bull Leipzig. Ah, sterke. Amai. Weer een Fantasy FC gepakt. Het is de tweede of derde vandaag. Oké, Frans. Goalkeeper. Juventus, per manier. Drie keer 77, let's go. En dat is in. Engels, rechtsachter. Newcastle, Trippier. 85, let's go. Drie keer 77, let's go. En dat is in. Spaans, Spits. Bij je leven koersen. Vorige keer, ja, dat is niet bij. Zitten nu bij Bayer Leverkusen? Hamai! Oké, Primogarde speelspakket, let's go. En dat zit in. Brasiliaans, CM. Newcastle. Toen nog iemand rijden. Nee, Johan en Thomas Schuss. Let's go! Oké, boys and girls. Het is 8 uur in de avond. Oké, ik ben moe. Maar het is 8 uur in de avond. Ja. We gaan eens kijken wat er nieuw is. Waarschijnlijk is er niks nieuws. Ja, ik heb nog 1 uur. Allee, 1 dag en 22 uur. Om 4 potjes te spelen. Dus dat gaat wel lukken. Future Stars doelpuntenjacht. Moet ik nog 9. 19. Ja. Nog 19 voor een 1 van 3 zeldzame gangsweers. 83 plus, let's go. SBC, wat is er daar te zien? Timo Werner, ja, dat is moddergedicht. Thierry Henry. Die was er ook al. Soule, die was er ook al. Team de Weer, playerpick al terug. 83 plus playerpick is terug. Gold Challenge. Die kunnen 3 keer doen. Oké.
Dan gaan we die rap even doen, één keer. Eén zeldzaam. Wat moet er zijn, dat ik van jou en jij van mij, mijn vriend. Is er wat aan de hand? Maar ik ben net bang, ik zit er als luister, let's go. Centrum Mid Vitinia. Buul. Balotelli. Broekie. De Jong. En Barnes, let's go. Daar krijg ik een bronspack in weer in de plaats. En nu minimaal 2 zeldzame gauw. Hopla. We gaan één keer de 83 plus player pick doen. Want zoveel gewone gouden hebben we niet. Let's go. Let's go. 1 van 4, dat is dan met het speelspakket 83 plus, let's go. En dat zit in, Milinkovic, Savic, dat is goed. Voor weer dan 86 plus, ja. Dingen te halen. En nu 2 bronspacks, en dan ga ik gaan slapen. Oh. Ah ja. Vulnerable, natuurlijk. Die 100 munten. Thanks, jij. Canada, rechtsmidden. Corona, Kimsen. Godinho, let's go. Sunny. Bundesliga 2 van Braunschweig, Sidi Sané. Ik heb wel een Sané gepakt. Hey, ik pak die van Corona Kielse. En ik krijg het uit de nieuwe Corona Kielse. Let's go. Van Nike, dat is Mick Murr. Oké, boys en girls, het is woensdag, het is 5 uur. En we hebben al 90 van die packs gedaan. 3 keer 77, let's go. En er zit in. Zwitsers, Oostenrijk, goalkeeper Alaba. Alles Arsenal is Vinsberger. Dat is weer al een 85 dat we kunnen gebruiken in die SBC's. En zo creëren we nog meer spelers. 3 keer 77, let's go. En er zit in Japan, Cam, Houston Dash. Wie de fuck is dat? Nagasato, 84, let's go. En een Serbi dubbel, let's go. Volgende pack, 3 keer 77, en daar zit in Italiaans, CM, Inter Milan. Fratesi, 80 rated. En Malaysia dubbel. Volgende pack. 3 keer 77. Let's go. En daar zit in. Portugees. Spits.
Everton, Beto. Ik hoop altijd nog eens op een Ronaldo. Maar die krijgen we nog niet. Oké. 3 keer 77, let's go. Daar zit in. Duits, Cem. Arsenal. Dat is Havertz. 82 reden. Rikker 77, let's go. Daar zit in. Duits. CVM. Wolfsburg. Is dat Oberdorf? Nee. Arnold. Als het Oberdorf was, hadden we een goede pack. Hadden we een goede dingen kunnen pakken. 2 keer 84, let's go. Engels. Cam. Serieus, 2 84. What the fuck, maat. Madison and the Pie. Shit, maat. Dus. Maar één speler gekregen die we eigenlijk in die SBC's kunnen steken. Dus we gaan Zinsbergen daarin steken. Let's go. Let's go. En nu hebben we dus Zinsberger nog. Pakket met 7 spelers, let's go. En er zit in. Frans. CVM. Aston Villa. Camara, let's go. Let's go. Oké, boys en girls, ik heb nog 6 packs klaarstaan. 3 keer 77, let's go. En daar zit in. Kroaat, goalkeeper, Livakovic. Let's go. 3 keer 77, let's go. En daar zit in. Laat hij met de week precies. We zijn 85, dus kunnen we goed gebruiken. Die kunnen we goed gebruiken in de volgende. Let's go. Team of the week. Nummer 1 vandaag. 3 keer 77, let's go. Daar zit in. Spaans. Links midden. Oyer de bal. Let's go. Volgende pack. 3 keer 77, let's go. Daar zit in. Portugaans. TV. Orlando Pride. Is dat een walkout? Nee, zeker. Nee. Dat is een 82. Maar wel weer goed voor die upgrade packs. 3 keer 77, let's go. Daar zit in. Frans. TV. Paris Saint-Germain. Kimpe. Ah nee. Fernandes, zoals. Wauw. En weer al die verdomde zeko. Oké. Nu 2 keer 84, let's go. Daar zit in. Portugees, CM. Bernard Silva. Kunnen we weer zo'n pack van gaan halen. Dat is goed. Dat is goed, dan kunnen we weer zo'n pack gaan halen. Eerste wildcard van vandaag. Dan gaan we nu naar de SBC. Dan gaan we naar ruilacties. 88 algemeen. En dan hebben we weer zeker twee SBC's. Zeker. Minstens 3 SBC's dat we weer kunnen doen. Van de Silva, let's go. Ingeleverd. En hopelijk dat krijg ik daar nu ook een walkout dit week. Pakket met 17 spelers, let's go. Dat is in, Spaans, CM. Dat is de Leipzig, ja. Dan heel mooi.
Eén dubbel item. Wie gaat dat zijn? Natuurlijk dan niet allemaal, let's go. Oké, boys and girls, ik heb weer 5 van die SBC's gedaan. En we hebben daardoor een 11 keer 81 gedaan. 11 keer 81 gekregen. Ik heb er nu 100 gedaan, ik moet er nog 50 doen. En dat is nu krijgen we Argentijn, CV, Racing Club de Lens. Dat is een ding zeker, Medina. Facundo Medina, dat is juist. Die krijgen we nu. De Marcos Medina en Salma Paraluelo. En nu krijgen we 3 keer 77, let's go. En dat is in Oshimen, denk ik. Ja? Nee. Is een Lookman. Wauw, dat was echt wel een prank. Dit one is Lookman en Spits. 3 keer 77, let's go. Daar, CWM. Wolfsburg, ik hoop nu dat het nu wel Oberdorf is. Ja, het is Oberdorf, let's go. We krijgen toch nog een walkout. Dus die 87 kunnen gebruiken in zo'n exchange SBC. Oké, 3 keer 77, let's go. En dat zit in. Spaans, CV, FC Barcelona. Hopelijk dat het walkout is. Het is geen walkout, het is Inigo Martinez. Was een walkout geweest. Had u weer kunnen gebruiken. 3 keer 77, let's go. En daar zit in. Portugees, LVA. Oh, geen naar jou. Maar dat is Nuno Santos, let's go. Nu de 11 keer 81. Ik wil er minstens 1 walkout uit. En daar zit in. Engels, LVA. Manchester City. Ah, 2 walkouts. Oh. En dat is Silva. En een Fantasy FC. What the fuck? Ik krijg gewoon. Voor hoeveel gaat hij? Oh, jongen. Oh. Een kaart van 1,5 mil. 1,4 mil. Ah. Oh. 1,4 mil, let's go! Zoe, kaart van 1,4 mil. Let's go! Hey! Zoe, packing is hier, let's go! En nu hebben we weer 2 van die. En die Alexis zou we kunnen doen in 87 en 88, let's go! Let's go! Oberdorf, let's go! En nu een 88. Let's go! Ik hoop dat ik nu nog een walkoutje pack. Ik heb mijn 18 speers, let's go! Belgiaan, CA. Al Ethiop, dat is dingen. Romarinho. Oh my god. Ik pak gewoon. What the fuck. Ik pak het met 17 spelers, let's go. Duits. CV. Oh, hinten. Ik pak gewoon een van de duurste kaart, jongen. What the fuck? Packing is back, let's go! Oké, boys and girls.
Ik heb er 110 al gedaan van die SBC's en ik heb nu een van vier zeldzame Swiss 85 plus. En we krijgen Iago Aspas, een kaart van 45k, dus ja. That's good. Ja. Let's go. We zullen. Drie keer 7 schrift, let's go. Dat zit in. Pols. CV. Durek. Let's go. En Alex Moreno, let's go. Drie keer 7 schrift, let's go. Dat zit in. Duits. CVM. Bayer Leverkusen. Het kan Andrecht zijn of kan ook iemand anders zijn. Maar het is Andrecht. Let's go. Volgende pack. 3x77. Let's go. Frans. RVV. Klaus. Let's go. Klaus. 3x77. Let's go. Heubert. Zo, let's go. Oké, boys and girls. We hebben 120 van die SBC's gedaan. 3x77, let's go. Wat gaan we krijgen? Ja. Scheiden. Bjorn. We krijgen Bjorn. Bjorn. Of 3x77, let's go. Er zit één. Een Italiaan. Een AVV. Van Inter Milan. Ik weet niet wie dat is. Di Marco. Let's go. Oké, zo. 3x77, let's go. Wat krijgen we? We krijgen de Spanjaard. We krijgen de CM. Van Lazio Roma. Dat zit natuurlijk Luis Alberto. Zo. En de volgende pack. Wie of wat zullen we krijgen? 3x77. Daar zit in. Een USA. Een linksachter. Van Racing Louisville. De voetbalclub. Ik denk dat het Pickett is. Het is Pickett. En is heel bekend geworden dankzij Frank Slotta. 3x77, let's go. Het is in. Een deen. Een. Oei, ik moet gaan opnemen. Ah, ik moet gaan eten. Ik moet gaan eten. Dus de volgende packs openen we als ik gegeten heb. Let's go. Oké, boys en girls. Ik heb gedaan met eten. 3x77, nog eens. Let's go. En er zit in. Schots. Center met Chelsea. Wie is dat? Wie de fuck is dat? Cuthbert. 83 credit, joh. Let's go, joh. Nunez en QLR ook nog. Let's go met de Disney Channel Flow. 3x77, let's go. En er zit in. Portugees. Cam. Bruno! Daar kunnen we weer zo'n dingen van halen. Zo'n 88 reden trui-actie. Kunnen we weer met Bruno Fernandes gaan halen. Let's go. Dat is een goede folder voor zo'n. 3x77, let's go. En daar zit één. Frans, CV. Paris FC, wie is dat nu weer al? Dat is. Grebovar. 22 reden, het gaat goed in die SBC gaan. Sugita en Mertens ook nog erbij. En nu zitten we aan de laatste drie packs. 3x77, let's go. En er zit één. Spaans. Centrum heet. Van Villarreal. Parejo, je komt op een goed moment. Want dan hebben we weer al die. Nog eens een pij, nog eens zo'n ruilactie. Waarmee ik dus weer al
van die packs kan halen, die upgrade kan doen. En dan hebben we nog eens een Engelse, wat hij is achter. Van Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Let's go. Nog eens zo'n 80 rated dingen. En nou, een 10x83, let's go. Daar zit één. Een Engelse. Rechts achter. Van Liverpool. Het is een dubbel walkout. Het is geen dubbel walkout. Dus we hebben twee keer over Trent Alexander-Arnold kunnen inleveren, joh. Maar wie zit erachter, joh? Oké, we kunnen ook mijn 85 gaan inleveren. Rodriguez, jij mocht gaan. En Trent Alexander-Arnold, u ga ik in zo'n SBC'tje steken, joh. SBC. Ruilacties. 86 plus. Dus we gaan Trent Alexander-Arnold erin steken. Trent Alexander-Arnold gaan we erin steken, joh. Dus die hebben ook alweer al... die hebben ook weer al... Ja, ingestoken. Hebben ook weer al een dubbele pij, een dubbele speler. En die gaan we... Die Trent Alexander-Arnold gaan we er ook in steken. In zo'n 86. Packy. Zo'n 86 ruilactie. En dan gaan we dus. Ja, let's go. Gaan we de zeldzame. En dan gaan we... Doen we dus... Trent Alexander-Arnold in. En dan 87 algemeen. Ik heb daar straks nog een 87 gepakt. Of camera. Omdat ik zoiets had van... Ja, ik moet wel verder doen. En ik had geen spelertje meer over. Ik had per ongeluk niet opgenomen. En dan gaan we nog die 86 doen met die Parejo. Dus... Gaan we nog een 86 doen... Met een paar echo. Dus die hebben ook weer al. Nu nog die 85 doen. Met die Walls en die Trippier. Walls gaat er al zeker in. Let's go. En Trippier gaat er ook in. Pakket met 7 spelers, let's go, hebben we nu ook weer al geclaimd. En nu die 88 rated squad, 88 algemene squad, dus het 88 algemeen. Moeten we dus Bruno Fernandes inleveren. En zo doen we dus de hele tijd die packs. En nu hebben we dus weer al 7 packs in de store klaarstaan. Voor weer al wat spelers te krijgen, dus we gaan een pakket met 7 spelers openen. Wat zit daarin? We krijgen een Franse CV van AC Milan. Wie is dat? Oh ja, dat is Kalulu. Dus die kunnen ook erin steken. Dat zijn dus allemaal nog geen geowned spelers. Pakket met 7 spelers, let's go. En dat is erin. Een Franse center met. Van Atletico Madrid. Dat is Saúl. Hele goede speler. En we hebben ook al die spelers niet verzonnen. Dus ja, pakket met 11 spelers. Let's go. En er zit één. Een Jamaicaanse spits. Van Manchester City. Dat is Shaw, denk ik. Je ziet Shaw. Let's go. Dat is een 85 reden, dat is ook weer zo'n gratis SBC, joh. En zo hoop ik op packluck. Pakket met 11 spelers, let's go. En dat is in de Spaanse CV van Real Madrid. Wie is dat? Dat weet ik niet. Dat is Nacho Fernandez. 83 reden. Kan ook in 83 mal 10 en zo. En zo kun je dus de hele tijd recyclen. We kennen wel spelers, let's go. Er zit in, een Spaanse CV
van Real Madrid. Again. Nacho Fernandez. We hebben hem al 2 keer gepakt. We hebben 1 dubbel item, dat is Nacho Fernandez. Maar die gaan we gewoon weggooien, joh. Pakket met 18 spelers, let's go. En daar zit in. Een Deense, CVM. Van Tottenham. Van de Spurs. Dat is Højbjerg, godverdomme. Ik heb die weer al gepakt. En een Bok krijgen we ook weer al, joh. En die gaan gewoon in de discordpaal, jongen. En dan hebben we nog een pakket met 27 spelers. En wat zit daarin? Dat is een Nederlandse CA van Atletico Madrid. Dat is de Memphis Depay. Dat is Memphis. 84 rated. Oké. Dus nu ga ik met al die spelers die ik nu heb gepakt. Ik probeer nog een stuk of 10 van die Fantasy FC maken upgrades te doen. Ik moet er nog 30 gaan. Ik moet er nog 30 doen ofzo. Ik weet niet. Ik denk dat die tegen morgen wel klaar zijn. Of tegen morgen of overmorgen. Zijn die wel klaar? Ik moet er nog 30 doen. Dus 10 vandaag. Misschien 20 morgen. Ik weet het niet. We zullen zien. Tegen morgenavond zijn die waarschijnlijk wel klaar. Als ik heel wat goede spelers pack, dan moet dat wel lukken. En nu ga ik dus eraan beginnen. Let's go. Oké, boys en girls. Ik weet niet of we aan het opnemen zijn, we zijn aan het opnemen. Nu hebben we 130 keer voltooid, 11 keer 81, let's go. We hebben dus weer 11 packs waar we door moeten knallen. Dus, let's go. 3 keer 77, let's go. En dat is 1. Duits. Cam. Maar Munch, ik hoop dat het een walkout is. Het is een walkout. Nee, het is geen walkout. 84, godverdomme man. Geef me toch één keer een walkout. Een Duitse Camels walkout. Misschien Mezial of misschien Magul. I don't know, maar geef me gewoon een walkout. En. Oh, weer al die. Mamardashvili. Amai. Mamardashvili. Ik ga dat schelen aan Mamardashvili. Let's go. En daar zit in. Portugees. Spits. Geen Al-Nassr. Zal nooit weer Al-Nassr zijn. Het is altijd Beto. Het is altijd Everton. Geef me eens gewoon fucking Al-Nassr, maat. Ja, dat is kut, hè. Dat is kut, hè. Dat is een vrouw, I guess. Ja, zie je. Chawinga. Chawinga. What the fuck, maat. Echt, what the fuck. 3 keer 77, let's go. En dat is in, Portugees. Goalkeeper. Olympic Lyon, hè. Ja, dat is Diego Costa. We noemen hem daar. Nee, Lopez. Dat is het Lopez. Ik ben weer al verkeerd. Ja, Locatelli is vitale ook nog. Wat verdomme. 3 keer 77, let's go. En daar zit in. Argentijns. Spits. Van Real Madrid. Wie is dat nu weer al? Ah, Avila. Ja, die kut. Ik ken die niet. Is dat niet de neef of iets van Avila van Antwerp geweest? 3 keer 77, let's go. Het is een Argentijn CM van Liverpool, McAllister. Alexis McAllister, dat is juist Alexis McAllister. Zijn broer of zoiets is ook aan McAllister van Union. En dat is het een Duits CV. Hoger. Hegering. Een 83 rated. We pakken genoeg borderspelers van deze week. Maar ik wil walkout zien. Ik wil heel veel walkout zien. 3 keer 77, let's go. En we krijgen gewoon weer al een Engelse linksachter. Van Man United kan dingen zijn, kan Shaw zijn. Of kon die ook die andere zijn, hoe noemt ze dan weer? Ik weet het niet. Ja.
Oeh ja. 3x77, let's go. En dat is een. Een Duitse. Spits. Van Wolfsburg. Is dat Pop? Jazeker is het Pop. Ik kan ook weer in zo'n 88 dingen steken, ja. Ik krijg weer al Pop. Dat is een goede packpool, eigenlijk wel. Zeker omdat 11x81, let's go. En dat is een. Een Engelse, rechtsachter. Van FC Barcelona, dat is Lucy Browns. Die is ook weer goed voor in zo'n 87 dingen te steken. Kunnen we ook weer al zo 10 packs mee halen of zo. Met de 2 wildcards die we gekregen hebben. Dus Browns, ja, Ruben Neves en zo, jullie mogen allemaal oprotten. Oprotten uit mijn pack, joh. What the fuck, joh. Echt. En nu, ja, ga ik gewoon die packs halen. Dus ik kreeg een 88 en een 87. Dus dan gaan we Pop in de 88 steken. En Lucy Bronze in de 87. Dus we krijgen gouden zeldzame. Dan gaan we gewoon naar Pop insteken, joh. En let's go. Dit is er dus in. Ik hoop dat ik Messi niet heb ingeleverd, want het zou echt wel kut zijn. Daar. Nee, ik heb Messi niet ingeleverd. Oh. Dat is goed. En dat is Lucy Bronze. Let's go. En daar gaat ze. Let's go. Nou hebben we dus een pakket met 19 spelers en dat is één. En... Serieus, ik heb je net gediscard, P. Ik heb je net gediscard, man. What the fuck? Ze blijft maar komen, hè, P. What the fuck? Hey, go. Er is één. Serieus. Serieus, EA. What the fuck, maat. Twee dubbele items. Dus ja, let's go. Die mogen weg. Oké, boys and girls. We hebben er weer 9 gedaan. 3x77, let's go. En dat zit al in een Portugese rechtsmidden van Benfica. Wie de fuck is eigenlijk? João Mario. See, match see. Let's go. 3x77. Wat zit erin? Een Spaanse rechtsmidden van Mallorca. Easy Palazon. See, match see. Let's go. En de volgende pack. Is ook weer al 3x77 en daar zit in een Eriksen. Let's go see, maatje see. Let's go see. En de volgende pack is een 3x77 en daar zit in een USA, een goalkeeper van Washington Spirit. En dat is Kingsbury, of course. En die mag er weer in. See, maatje, see. 3x77, let's go. En er zit in een Franse spits. Van Paris Saint-Germain zou het Mbappé zijn. En het is natuurlijk Katoto. Want waarom zou EA mij Mbappé geven als ze me ook Katoto kunnen geven? 3x77, let's go. En daar zit in een USA, een goalkeeper van Chicago Red Star. Dat is Neher. Of zoiets. Neher, of zoiets. I don't know how to say it in English. 3x77, let's go. En daar zit in een Braziliaanse CV van Chelsea. Dat is Thiago Silva.
Zo, zie maatjes, zie. En de volgende pack is ook weer al 3x77. En wat gaan we eruit krijgen? Het is een Spaanse LVV van Bayer Leverkusen. Dat is Grimaldo. Zie maatjes, zie. Dat is een 84 rated. Let's go. En de laatste pack is natuurlijk ook een 3x77. Zie je maatje, zie. En dat is een Spaanse spits van Atletico Madrid. Het is Morata, denk ik. Let's go. Zie je maatje, zie. En nu gaan we dus Katoto inleveren. Dat is een 88. Algemene dingen. Dat we toch nog de laatste pack kunnen openen. De laatste kunnen doen. Met wat, ja. Ik krijg zoveel Katoto's. Maar IE geeft voor ooit eens Mbappé. Nee, gaat ze niet doen. Ik vraag niet veel. Ik vraag gewoon een Mbappé'tje. Een goldrare Mbappé'tje. Omdat ik die nog nooit gepackt heb. Dan zou het de eerste keer zijn dat ik Mbappé pack. Maar nee, ze geven mij gewoon Katoto. Pakket met 27 spelers, let's go. En daar zit in een Duitse CV van Borussia Dortmund. Dat is Hummels. Zie maatje, zie. En nu ga ik jullie meenemen naar de laatste pack. Hoe dat ik die ga doen. Ik ga dus naar SBC. Allee, ik ga eerst naar doelstellingen. Want ik ga zien wat ik met het laatste. Je kunt er dus een 10x83 bij krijgen. Kan dus altijd een kans zijn op Mbappé. Dus we doen naar SBC. Natuurlijk staat die SBC bij mij bij favorieten. Wij gaan dus naar selectiebouwer. We gaan naar brons. We gaan het luk op L3. Voor geavanceerde filters. En we gaan naar laag, hoog. Dan gaan we naar goud. En dan laat het eventjes. En dan is dat nu ingeleverd. En dan krijgen we dus de 10x83 ook. Morgen ga ik waarschijnlijk de laatste 10 doen van de reeks. En dan hebben we morgen waarschijnlijk een 3x85 en een 20x83. Dus we hebben dus twee pakketten nu klaarstaan. En 3x77, let's go. En daar zit in een Spaanse goalkeeper. Atletico Club Bilbao. Ik weet niet wie dat is. Ja, Unai Simon, dat is waar. En Spinazzola en Mitoma. Dus als we nu een paar wildcardjes pakken, dat zou heerlijk zijn. En we pakken een Duitse CM van Real Madrid, dat Toni Kroos. Dubbele walkout is een dubbele walkout. En wie zit erachter? Herbs. Kunnen Google gebruiken. En een team in de week. Kunnen heel goed gebruiken in de 83-1. En we hebben drie walkouts. Wat dus betekent dat we drie van die pakketten kunnen halen. Dus dat gaan we ook doen. En zo kan ik dus vandaag of morgen nog die ruilacties afwerken. Dus we hebben 86 rated spelers nodig. Wat gaan we dus doen? Nou ja, goalkeeper hadden we al. Dus gaan we de zeldzame konden gewoon Mary Herbs inleveren. Is niet veel werk voor in te leveren. Dan kunnen we natuurlijk Milinkovic, Savic en Kroos inleveren. Natuurlijk waren het maar drie walkouts. Maar het zijn weer drie walkouts dat we in zo'n pakket kunnen steken. Ik zie net dat ik nog een 85 kan gebruiken ook. Dus dat zijn dus drie walkouts. En als we uit die pakketten nog een walkout krijgen, zo recycelt je eigenlijk je walkouts. Als je dan dubbel hebt of als je zoals mij zegt van, ik heb die walkouts ook niet nodig omdat ik
Allee, het, als je mijn team ziet, dan weet je dat ik een ander... Natuurlijk, 85 dat gebruik ik niet meer. Het is zo laat in de game, dat ik dat zelfs niet meer gebruik, 85. Dus... Sjage mocht erin. En... Dan hebben we dus weer 4 van die packs klaargezet. Waar we dus weer een deel van pakketten mee kunnen... Een deel van die SBC's mee kunnen doen. En hier hebben we dus al direct een Nederlandse centermid van Liverpool. Dat is Gravenberg. Ik was al even weg van wie zou dat kunnen zijn. Ik dacht eerder, als het Nederlands is, Frenkie de Jong. Allee, als het van Barcelona is, Frenkie de Jong. Dus pakket met 11 spelers, let's go. Verdien, Spaanse, linksachter. Van Valencia, ik weet niet wie dat is. Verelders met Gaia, ja, let's go. En zo... Zo ben ik dus al heel week bezig met die pakketten. Met die spelers tussen te grinden, pakket met 11 spelers. En dat zit in. Frans. Spits. Olympic Lyon, hè. Dat is... Le Sommer. Dat is 84. Kunnen we in principe niks meer doen. Omdat die niet in zo'n 85 linie gaat. Maar in relatie is maar pas van de 85. En de volgende pack is een Franse CV van Paris FC. En dat is... Greuwenval kunnen we ook niks meer doen, omdat dat maar 82 is. Maar die kunnen we wel in die SBC steken. En zoals je ziet, hebben we hier nu wat spelers bij. Dus ik hoop dat we de 10 SBC's kunnen voltooien. Dus als ik ze voltooid heb, kom ik misschien bij jullie terug. Dan zal het waarschijnlijk al 7 uur zijn. Dus ja, let's go. We kunnen ook ineens naar de 7 uur content zien. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Ik heb er weer 8 kunnen uitpersen. Dus die gaan we even openen, die packs. Hopen dat we nog een walkout krijgen. Dat we die... En hier krijgen we al de eerste walkout. We krijgen Casemiro, een 89 leden. Kunnen dus in een 89 algemeen zeker. Perfect, dus we spreken over de walkout. We krijgen het alleen. Perfect. Kunnen nog twee packs doen. Dus hier zit een Engelse spits. Van Newcastle. Boeit eigenlijk niet. Nou, dat is Wilson. Maar we spraken dus over de walkout. En we hebben de walkout. En hier zit dus in Portugees. Linksmidden. Dit is een team van de week. Van AC Monza. Die kunnen we ook in zo'n... die gaan we eerst in zo'n 85 steken. SBC. Dan kunnen we gelijk Casemiro ook al inleveren. Want ik was bijna Messi en Lewandowski aan het inleveren. En dat was niet de bedoeling, dus Casemiro lever in zo'n 89. En de team van de week leveren in zo'n 85. En het is momenteel dus al bijna 7 uur. Dus gouden team van de week. En dat was die Danny Motta. En die hebben we dus ook weer al. Ja. Verwerkt. Dus nu hebben we dus Danny Motta weer terug. En. Let's go. Het is bijna 7 uur. 3x77. Let's go. En daar zit in. Koulibaly is ook een heel goede centerback, maar hij wel dubbel, dus die gaan we weggooien. Nog eens 3x77, let's go. Dat is het in USA, goalkeeper, Kansas City of ik weet niet, French, let's go. En nu als we die twee SBC's af hebben. Hebben we dus alles dat we normaal gezien hebben gedaan. Duits, CV, Borussia Dortmund, dat is Hummels. Hebben we al gehad vandaag. Hebben we al veel gezien vandaag, die Hummels.
3x77, let's go. En daar zit een Portugees, een Spaanse CVM van Atletico Madrid. Skoke, denk ik. Ja, Skoke, fuck. Dan denk ik een Portugees en Spaans. Ik weet het niet. 3x77, let's go. En daar zit een Duitse spits van Tottenham, dat is Timo Werner. Let's go. Dat is heel goed qua kwaliteit. Pakket met 7 spelers en daar zit in een Spaanse rechtsachter van Real. Ik ga niet te veel zeggen, want dat kunnen er 2 zijn. Het is Carvajal. Ja, dat is helemaal dat 2. En die hadden we dus al, dus ja, let's go. En nu de pakket met 51 spelers, let's go. En daar zit in een Italiaanse CV van Lazio. Dat is dingen. Romagnoli. Kon ook als Servië zijn, geloof ik. Dus van die 51 items hebben we 1 dubbel item. Laat ons raden, dat is Xavi Simons, let's go. Nu ga ik dus voor jullie op camera. Allee, tijdens opname nog altijd die 2 doen. Want het zijn er letterlijk nog 2 dat ik moet doen. What the fuck, die game loopt vast. Dan doe ik ze niet boven op camera, dan doe ik ze een beetje. Let's go. Oké, boys and girls. De laatste 2 SBC's van de Fantasy FC Maker upgrade zijn klaar. Dus we krijgen een 3x85 en 20x83. Oké. Daarmee heb ik dus 150 SBC's gedaan op een paar dagen tijd. Dus chapeau aan mezelf dat ik dat heb gegrind. Eerst gaan we dus de 3x77 op doen. En daar zit in Nederlands goalkeeper. Brentford, dat is Flekken. Is een decent speler. Ik heb hem niet in het begin gebruikt. Nog een paar potjes. 3x77, let's go. En daar zit in. Italiaans CV. Van Lazio. Waarom? Zou het dus niet Romagnoli kunnen zijn? 3x85, let's go. En daar zit in. Duits. CVM. Kimmich. Oké. Okay. Geen dubbele walkout. Dit is een Kimmich. Dus daarna heb ik 2 85's. Ik hoop dat ik die niet... ik heb geen 85 in de club. Ayu, oké, dat is een team van de week. En Zinsberger. Is goed. Alles wat ik nu krijg, is goed. 20x83, let's go. En daar zit in. Een Costa Rica. Krijg ik nu een 25. Ik krijg zelfs geen walkout. What the fuck, nou was als hoogste. What the fuck, Ah, die moord heb ik gegooid. Let's go. What the fuck, echt afzetters. Ik dacht ik ga rustig een walkout pakken. Nee, geef me maar. Even wat navas, want ja, we zijn IE. Maar we gaan eens zien wat er verder te zien is. 83 plus spelerskeuze is weer terug. Ashley Cole, die moet ik nog afwerken als ik die ga doen. En 83x10 is terug. 80 plus playerpick is terug. Julie, ga ik niet doen. Let's go. Let's go. Oké, boys and girls, het is donderdag en let's go.
Oké, ja. Het is donderdag en we hebben twee keer 83 pakket. En hopelijk ook nog een preview pakket. Maar daar twijfel ik een beetje om, denk ik. Ik denk dat ik mijn preview pakket nog even moet wachten. Ja, het is nog 54 minuten. Dus ja, om 44 of zo. Op 45, kwart voor 11 kunnen we open doen. Maar nu hier 2 keer 83. Let's go. En dat is in Spaans. CVM. Van Inter Miami. Waren nog niet onze dagelijkse Sergio Busquets. Dus, wat gaan we met Sergio Busquets doen? We zullen een 83x10 maar gaan doen, zeker. We gaan halen. En misschien met die speler dat we krijgen, de 83x10. Als die nog is natuurlijk, de 83, ja hier, de 83x10. CFM gaat dus, ding erin, Sergio Busquets, wat zit jij hier? Busquets. Op cam. Gaan we zetten. Royce. Links midden. Danny Mota. Dat is ook die team van de week dat ik al gepakt heb. Op spits gaan we zetten. Roberto Firmino. Die heb ik gisteren ook kei vaak gepakt. Dus. Müller gaan we er ook zetten. Op rechts midden gaan we zetten. Bonancea. Op rechts achter gaan we zetten. Nacho Fernandez op centerback gaan we zetten. Botman in de goal gaan we zetten. Hugo Lloris op centerback gaan we zetten. Inigo Martinez. Op linksachter gaan we zetten. Daley Blind. Dan komen we eruit. En dan hebben we dus al een 83x10. Ik hoop dat we een team of the week uitpakken. Of een Fantasy FC. 83x10. Nummer 1. Let's go. Oei, ja. Dat is de schets nog steeds verwerken. Dus die zit terug in de club. 83x10, nummer 1. Let's go. En daar zit in. Een Spanjaard. Een goalkeeper. Vanessa Barcelona, Sandra Panjos. En een dubbele walkout. Dus er kan nog een Mbappé achter dit dan ook. En wie gaat de dubbele walkout zijn? Ederson. I mean, I'm not gonna lie. It's pretty shit. Een 88 en 87, I mean, ik had een team of the week verwacht, maar we gaan de tweede 83x10 halen met die spelers, dus Smalling, Heubjerg, Dudek, Hummels en Eriksen. Gaan we dus de tweede 83x10 weer halen, dus ja. Dus, ik ga eventjes een fotootje van pakken, dat ik niet vergeet. Ik ga eventjes een klein fotootje van pakken. Oké. Fotootjes genomen en nu ga ik dus de tweede 83x10 openen. Ja. Upgrades, dus. Op CFM. Heubjerg. Wat zeg je hier? Centraal verdediger. Smalling. Ah, eerst Dudek. Smalling.
Bruce. Nu was nog Eriksen, hè? Eriksen, waar staat hier? Dan team of the week moet ik ook nog inleveren. Dus ik ga weer zoeken. RVA hier, IU. En dan gaan we dus gewoon gouden zeldzame verder. Wilson. Timo Werner. Avila. Kasteels. Gwyn. Dan komen we aan 83 reden team uit en hebben dus de tweede keer, 83 x 10 klaargezet. Dus ik hoop dat we hier nu wel een special card uitpikken. Want anders ga ik de derde niet doen. Dus we hebben alle spelers terug. Die heb ik dus gerecycled in 83 x 10 en nu. Oei. Oei, ik ben vergeten. Oei shit. Ik was vergeten dat ik mijn headset op had, maar nu dat jullie het geluid niet konden horen. Shit. Dat is niet goed. Ja. Ik was vergeten dat jullie het geluid niet konden horen. Shit. Dus nu kunnen jullie het geluid wel horen. 83 x 10, let's go. Daar zit in. Engels, RVA. Saka of Beth Mead. Het is een dubbele walkout. Het is Saka en het is Robert Lewandowski. Dat is goed, dan kunnen we in een andere. Oké. Wat gaan we doen met Lewandowski en Starke? We gaan die in zo'n pack steken, in zo'n dingen. In zo. Ofwel gaan we die in Cannavaro steken. We kunnen die ook in Cannavaro steken, maar dat ga ik niet doen. Om die in de 83 x 10 te steken is wel wat veel. Dus wat gaan we doen met Lewandowski? Misschien in Savio steken. Ja, we gaan die in Savio steken. Wie was er ook sterker? Hopla. Zouden we de 84 rating halen, normaal gezien wel. Hè. Dus we zijn nu Xavi aan het doen. Ik heb zijn Europa League kaartje. Oh, we hebben al de 84 in de weg, gewoon een bronzen in leveren. Ja, gaan we gewoon een bronzen. Rechtsachter in leveren ook. Nou, de rating ook, what the fuck. Dus, Lewandowski is ingeleverd en die Starke. En we hebben dus nu Savio van Girona voetbalclub. Heeft dus ooit bij PSV gespeeld, Savio. Savio Moreira de Oliveira. En hij heeft Quickstep Plus. Niet dat ik hem ga gebruiken, maar misschien dat ik hem in een La Liga team kan of zo ga gebruiken. Maar dat is nog niet zeker. Dus nu heb ik dus Savio gecomplete. Omdat ik dan zeg van, ja, ik had toch een Bundesliga speler en Bundesliga en La Liga speler. En ik moest er toch vanaf van die speler. Dus ja, let's go.
Oké, boys en girls, het is vrijdag 7 uur 54 in de avond. Ik weet het, ik heb al sinds gisteren geen opname meer gedaan. Omdat ik, ja, gisteravond was ik dan de hele avond aan het bellen met vrienden en ook eventueel 23 aan het spelen. Ik ben dus wereldkampioen geworden in de Williams. Nu ben ik overgeschakeld naar Red Bull. En het is dus team 2 van Fantasy FC, denk ik. De dagelijks spelen is er weer. Dus die kunnen we voltooien. 2x81, premium van het speeltje, 2x81. Dus je krijgt een 3x83. 3x83 met 500 XP. 3x83, 2x85, 4x84, 5x84 en 4x85. Is er hier iets nieuws? Nee. Maak minimaal 2 doelpunten per wedstrijd. Moet mijn Bundesliga spelen. Dus ik moet 3 Bundesliga spelers in mijn team zetten. Oké. Maak minimaal 2 doelpunten per wedstrijd in 6 verschillende wedstrijden. Win 6 wedstrijden met op minstens 7 prof met 3 Bundesliga. 10 assists met aanvallers. En 8 wedstrijden spelen. Zou in principe moeten lukken. Dan ga ik eerst hier aan mijn club gaan. Zet ik er direct 3 Bundesliga spelers in. Bundesliga heb ik hier. Hier heb ik Simakan. Ik kan even op centerback staan. Op rechts midden zet ik even weer aan de Bundesliga. Rosicky. En misschien even iemand vervangen. Even iemand in de spits vervangt. Heb ik hier een goede Bundesliga speler. Dennis Undaf, doe het jong. Dus we hebben Dennis Undaf, Rosicky en Simakan nu even ingezet. Voor deze allemaal even te doen. Dus 3 Bundesliga spelers. Hebben dus Simakan, Rosicky en Dennis Undaf. Ik ga eens zien naar de SBC's dat er zijn uitgekomen. Want het is natuurlijk ook weer al vrijdag een nieuwe week natuurlijk. Ginola. Die was vorig jaar ook 3-dubbele bedreiging, Ginola, wauw. Dus die is uitgekomen, Ginola. Maar die gaan we niet doen, Ginola. 83x10 is terug, dat is goed. 82 plus upgrade, moet ik ervoor inleveren. 4 rares en 3 non-rare gouds. Ja. Vlahovic, die was er nog. Julie ga ik misschien nog doen. Dat is een 84 en 86 rated squad. En die. Monaco. Vurig. Dan is Undaf. Dan 87. Ga ik ook nog voltooien binnen de 13 dagen. Luc de Jong. Ga ik ook nog voltooien. Misschien 85 en 87 is heel cheap voor 92 Lewandowski. Dus die gaan we ook proberen te voltooien. Ehm.
Een 83 en een 86 reden squat voor Terrier is ook heel te doen en hij is er voor 25 dagen ook, dus. Je zei dat boven een 85 en een 86 en vooraan, voor hoe lang is hij er nog? 12 dagen kunnen we ook nog proberen te voltooien. Die sessie kunnen we niet meer voltooien. 24 en 50 reeds squat. Ga ik niet uitpompen voor die sessie te doen. Dus ik wil sowieso Lewandowski gedaan hebben. Dat is 30 dagen. Voor Terrier heb ik nog 25 dagen. En voor Luc de Jong heb ik ook nog 25. Op dit nog 30 dagen. Is hij in de store of er een 30 minuten pakket is? Waarschijnlijk niet. Speciale pakketten misschien. Nope. Hier ook niet. Hier ook niet. Dus. Wat ga ik nu doen in de avond? Ik ga proberen toch. Al een paar keer. Ik ga toch proberen al die aanmeldende steun te proberen te. Ik kan dat ook normaal gezien morgen doen, morgen vroeg. Maar ik ga het toch allemaal proberen te doen. Dat ik toch al 2000 XP heb. En wat krijgen we de twee beloningen? Oh ja, 2,5k XP. IE is gul. 2,5k XP, waar zou je dan. Ja, hé, dat is gul. Wat verdomme, dat is een gul. Dat kan ik eigenlijk wel. Oké, het is nog 12 dagen, 12 uur en ik heb nog 13.700 XP nodig. En ik ga toch voor 20 keer 84, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben twee objectives voltooid. Eerst aanvallende steun, ik heb met aanvallers 10 assists, ik heb er redelijk veel gegeven. Ik heb een potje met 24-0 gewonnen, dus ja. En dan speel 1 keer, hebben we ook voltooid. Dus ja, let's go. 2 keer 81. Dan hebben we dus twee pakketten in de winkel. Eerst gaan we de 5 keer 75 openen. En dat is in. Dan weer niet meer de. Dat is Kostic, I guess. Ja, Kostic. Een 83 gereden. Oké, best wel goed eigenlijk. 2 boven de 80. Allee. Ja, ik heb het wel een deel. 2 keer 81, let's go. Dat zit in. Argentijn, goalkeeper. Ach, wat gaat het? Geniale Martinez. Dibu. En Soele heb ik dubbel. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben. Oh, sorry. Nu wel. We hebben twee doelstellingen voltooid, what the fuck. Seizoensvoortgang hebben we Moonchester, Moonbeam of Jay. En we gaan voor Moonbeam. Let's go. En dan hebben wij ook nog 2 keer gespeeld, dus dan krijgen we ook nog een pakketje. Dus ja, we gaan dan een keer openen. Ja, ik moet nog 1 keer spelen en nog 2 keer. Ja, ik moet nog premium gaan spelen, pakket, let's go. Dat zit in Belgisch. So, ja. Trotsaard, let's go.
Trossard. Shoe. Eén dubbel item. Simakam. Nu gaan we gewoon wegsmijden. Shoe. Oké, boys and girls. We hebben nu 3 keer gespeeld vandaag. Al. We speelden 3 keer. Dan hebben we dat gedaan. En we hebben 1 keer voltooid. Dus wat gaan we nu krijgen? 3 packs, of course. We gaan beginnen zoals altijd met 2x81. En dat zit in Willy Orban en Lopez. Dan 3x83, let's go. Dat is in Spaans, spits van Leverkusen, dat is Jorge Iglesias. Oh, ik vergeet het altijd. 3x83's, ja. Nu is dat samen uit speelspakket 34 plus, let's go. En dat is in Engels, goalkeeper. Arsenal. Kolkoffer. Allee, Ramsdale. What the fuck, 34. Hey, goede luck heb ik vandaag niet. What the fuck, maat. Ik heb echt geen goede pijkluck vandaag. What the fuck. Ik moet nog 1 keer spelen nu, dus yes, good luck with that, I guess. Let's go. Oké, boys and girls, het is zondag. Ik heb de rewards al geclaimd op de Companion app. Dus ik heb dus 3 packs klaarstaan in de winkel. En 3x83 van de Season Progress. Premium Gouden Speelspakket en een Mega Pakket. We gaan eerst met het Premium Gouden Speelspakket beginnen. En we eindigen met de 3x83. En dat zit in een Marokkaan rechtsachter Mazraoui. Het is een heel goede speler voor Bayern. In Marokko misschien ook wel iets heel goed. Ik volg die eigenlijk niet echt. En Mazraoui en Trossard hadden we dubbel, dus die gaan we gewoon naar de translatie doen. Een megapakket, daar hebben we in de eerste of tweede week van EFC een icon uitgepakt. Dus laten we hier ook nu iets goed in zitten. Let's go. Oh, een Fantasy FC. Oké, Willy Orban. Lekker. 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 Hey. En hoeveel? We gaan voor 28k. Lekker. Hup, hup en hup. Lekker, al een Fantasy FC gepakt vandaag. Lekker. 3x83 als laatste. Laat er iets goed in zitten, EA. Bless mij. Ik vraag voor niet veel. Ik vraag voor minstens een walkoutje. Misschien een iconje of een hero. Dat wel leuk zijn. Of misschien een Fantasy FC of dergelijk. Let's go. En we krijgen een Duitse. Een cam. Van Borussia Dortmund. Ja. Ik denk dat ik te veel gevraagd heb aan EA. Ja, Volker, Brandt en Acerbi. Heb ik die nu niet? Nee, ik heb die een triple dubbel. Oké, we hebben toch een goede pack, alleen een goede speler gepakt. Ja, hij komt toch misschien wel op de reservebank. Misschien als hij gaat upgraden, dat hij welke Fantasy FC's hebben we eigenlijk al? Dat gaan we eerst eens zien, want ik denk wel dat we er al een paar hebben. Fantasy FC, dus we hebben Kelly. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus we hebben
Kelly van Manchester City van de vrouwen. Iago Aspas van Celta Vigo. Çalhanoğlu van Inter Milan. Willy Orban van Red Bull Leipzig. Nerea El Ezagire. Dat was die objectief. Dat is van Real Sociedad. Dan Politano van Napoli. Karl van SC Freiburg van de Google Pixel Vrouwen Bundesliga. En Starke van Red Bull Leipzig van Google Pixel Vrouwen Bundesliga. Ik hoop vooral dat Iago Aspas geüpgraded kan worden. Dan kan ik toch een La Liga teampje maken. Dan hoop ik ook misschien dat Çalhanoğlu geüpgraded wordt. Maar normaal gezien speelt 3 keer in de volgende 4 wedstrijden. Club in 2 wedstrijden van de volgende 4 wedstrijden is wel goed. Club maakt 11 doelpunten de volgende 4 wedstrijden. Ik weet dat niet. Club in 2 wedstrijden van de 4 volgende wedstrijden. Zou wel kunnen van Inter. Club maakt 11 doelpunten in de volgende 4 wedstrijden. Zou kunnen, Inter kennende. Maar kan ook niet. Speler speelt 3 keer in de volgende 4 wedstrijden. Hoop ik dat dat nog doet. Dat is vanaf 24 februari, dus laat ons hopen dat die geüpgraded wordt. Zou een prima centermid zijn. En dan, nu ben ik dus ook een beetje met Onda van het spelen. Omdat ik voor een objectief. Want ik ben nu ook eigenlijk ook objectief aan het doen. Gewoon puur voor wat XP te halen. Dus die doelpunten tsunami moet ik er nog 2 van doen. Bundesliga heersen moet ik er 2 van doen. En speel 8 keer moet ik er nog 4 van doen. Normaal gezien is dat klaar in de volgende video. En dan krijgen we nog eens 2k XP, denk ik. Dat zeg je. Dus 2k XP, dan zitten we al 2k, dan nog eens hier 2500 ongeveer, want 2500 plus 150 is 2750. Dat gaat ons brengen naar net niet in 2 keer 34, maar dat heb ik wel. 250, dan moet ik nog 150 XP normaal gezien. En dan heb ik de 2 keer 84. Dus ik denk dat we morgen of overmorgen. Ja, dus dan in de volgende video dus. Maar hier ga ik denk ik voor de 1 van 3, 87 plus Future Stars ofwel. Ja, ik heb een Future Stars pakket. Dus ja, let's go. Let's go, ik ga jullie niet te lang in spanning houden. Ik ga nu naar de outro, let's go. Oké, boys en girls, dit was dus een beetje de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze video. Ik heb er nogthans van genoten. Ik zeg het is heel druk geweest qua opnames deze week. Nu ben ik ook aan een vlogje bezig. Dus ik zie jullie guys graag terug vrijdag bij de nieuwe vlog. Dan check ik jullie guys vrijdag. Let's go! Bye bye!